Hallo. Hallo, wil jij me zien? Ik ben dood tegen. Ken je dat spel, Resident Evil? Ken je dat spel, Mario Kort? Yo, welkom terug bij De Mensenmening. Vanaf volgende week met een nieuwe presentator ben ik er wel gewoon weer bij. Maar eerst nog even kijken naar een compilatie van De Mensenmening. Let's go. Nou ja, en de nummer 10 is natuurlijk. Hé, wat voor soort mannen zoek je? Nou, ik zoek niet alleen mannen. Dat is een erge aanname die heeft. Oh, sorry. Maar kijk, je hebt erge aanname. Gewoon 80% van de vrouwen volgens mij is straight. Dus het is een heel erg beredeneerbare aanname. Als jij met een chick wil, prima. Tuurlijk, daar heb ik volledig respect voor. Maar het is niet een foute aanname. Het is niet Kees, je hoeft je niet kut te voelen. Yes. Ja, volgens mij was dat stukje op Dumpert gekomen. Dat was ook best wel goed. Ja, het was best wel een... Kijk, Dave praat vaak poep, maar Dave praat ook vaak de waarheid. Nummer 9 is net iets beter dan nummer 10. Dat is... Heb jij meer dan 5000 euro schuld? Nee, op zo'n leeftijd 5 kinderen, ik krijg aardig wat kinderbijslag. Anders heb je dat al lang afgelost, joh. Je weet dat schuld niet leeftijdsgebonden is, toch? Ja, maar als je schuld hebt, ga je niet 2 uur eerder verlof nemen om te blowen. Ik heb ooit een verhaal gehoord over iemand die schuld had. Ik weet niet meer wie dat was en hoe dat ging. Ja, dat is toch leuk. Ja. Harm en Kees moesten zelf ook fucking hard lachen. Kan dat erin? Ja, dat kan best erin. Had ik dat moeten zeggen? Had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Ja, dit is wel scène, dit is wel typisch Richard. Richard begint het verhaal en dan moet hij daarna midden in het verhaal even bedenken wat hij eigenlijk ging vertellen. En dit is nummer 8. En ik zie dat je een mooie ketting hebt met iemand die doodhangt aan een kruis. Waar heb je die vandaan? Nou, deze heb ik van internet. Nou, de reden dat ik ze draag is omdat ik gelovig ben. Dus ik ben zowel satanistisch als Rooms-Katholiek. Je bent wat? Sorry, satanistisch en Rooms-Katholiek? Ja, dus ik geloof in Satan en in God. Ja, dit heb ik echt... Maar dat kan toch niet? Je kan toch niet en satanistisch zijn? Nee, dat vond Dave ook. Ik wist niet dat het bestond, daar niet van, maar... Wat stel jij voor bij de hel? Ja, dat stel ik me. Ja, een beetje zoals in South Park, zoals in de Daaraf-beelden. Wat een vergelijking. Ja, dat is goed. Ik ben ook wel van de vergelijking. Luister, als jij je religie gebaseerd op South Park, dan moet je echt een boek gaan lezen, hoor. Dat slaat helemaal nergens op. Hier had hij wel gelijk, trouwens. Wat zei hij? Nou, hij zei dat deze guy dus zijn hele religie heeft gebaseerd op South Park. En op zich, ja, nou ja, het slaat toch... Ja. Hij is ook wel een South Park-kijker, die vent. Ja. Nummer 7, mijn geluksgetal. Dus die is erg belangrijk. Hier komt hij. En krijg je dan veel aandacht van de mannen? Nou, ja. Brieze sletje. Ja. Wat zei jij? Wat zei jij? Nee. Ja, chill. Ja, dat was alles. Lekker kort maar krachtig. Ja, je moet oppassen wat je soms zegt. Je initiële reactie is soms niet per se YouTube geschikt, zeg maar. Dus dat, ik vind het wel dapper dat ze die nog een keer gaan uitzenden. Je bent nog niet klaar voor nummer 6, hoor. Zeker weten, ja. De kijkcijfers van Ajax zijn inderdaad achteruit gegaan in het laatste seizoen. Maar bij mij heeft het juist heel positief uitgepakt. Ik ga er toch op inhaken. Het is heel makkelijk, maar wat is het met die tasjes dan? Zo'n tasje snap ik. Dit is chill, maar dit... Moet ik even een paar koren hebben. Waar gaat die dicht? Zo chill, zo'n tasje. Ja, is dat echt zo moeilijk? Ja, ik heb hier nog nooit een tas gehad. Maar in principe, kijk, als je hier een zakje hebt, is het ook een beetje hetzelfde. Ja, maar... Ik moet wel zeggen, we zijn het niet vaak eens met Dave. Of hoe zeg je dat? We weten altijd van Dave. Precies, en we willen hem ook geen gelijk geven, omdat hij is toch een beetje onze rivaal. Ja. Maar hier geven we hem toch wel even credit, ja. Deze hebben we verdiend, Dave. Nummer 5, nog meer in het midden dan nummer 6. Dus net, maar wel net iets beter. Dit is nummer 5, komt ie. Eet je veel schnitzels? Nou, ik eet niet zo heel veel vlees, maar ik hou wel van kaiserschmarren. Oh, dat moet je wel even schreeuwen in Duits. Kom maar. 1, 2. Kaiservallen. Lekker. Wat? Was het goed? Kaisergevallen. Kaisergevallen. Ja, Duits schreeuwen, ja, fair. Ja, Duits schreeuwen moest erin. Dat begrijp ik. Die mag gewoon in de top 10, denk ik. Nummertje 4. Hoe heet je? Sienna. En wat doe je in je leven? Ik ben stripper. Ben je stripper? Ik ben stripper. Ik cringe echt van haar. Ja, maar ken je dat spel, Resident Evil? Hoe heet dat? Ken je dat spel, Mario Kort? Ja. Weet je zo? Ken je dat spel, Resident Evil? Ik weet niet hoe het heet, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja? Op de PlayStation VR. Zij is zo'n personage die je dan tegen gaat. Dat is echt lullig. Zij gaat jou... Ja, zo ziet ze er gewoon uit. Dus jij vindt haar een zombie? Nee. Ja. Oh, lullig. Maar dat doe je dan hier in Amsterdam? Nog niet, volgende maand wel. Oh, maar waar ben je nu dan stripper? Den Haag, België, Duitsland. Oh shit. Enschede. Wat is dat voor een lijstje? Dat is nog nooit op topo een lijstje geweest hoor. Den Haag, België, Duitsland en Enschede. Wat is de overeenkomst? Nummer 3. Is jouw salaris aan het einde van de maand op?
Ik denk dat deze jongen wel verstandig met zijn geld omgaat. Ja, waarom? Hij is wel bewust van wat hij doet. Speelbewust, 18 plus. Ik denk dat hij ook wel houdt van leuke kleding en dat soort dingen. Dus ik denk dat zijn geld wel eerder dan het eind van de maand op is. Ja, ik denk... Mensen thuis dachten dat we vastliepen. Dat hij aan het bufferen was. Maar dat waren we niet. We hebben jullie in de maling genomen. Ik ben wel benieuwd. Geloofden mensen dit? Hadden mensen dit? Die heb je eigenlijk helemaal niet meegekregen. Die ging echt goed, hè? Ja, die week... Daarom wilde ik... Ik was toen die aflevering aan het kijken. Ja. En ik was melk aan het pakken. Wat doet dat ertoe? Ja, dus die aflevering stond aan. En opeens valt het geluid weg. En ik keek echt zo naar mijn telefoon. What the fuck? Ja, nou, dus dat. Goed verhaal, lekker kort. Ja, was leuk. Nummer 2. Net niet de top gehaald, maar zeker de ballen uit mijn broek gelachen. Check hem uit. Is aan het einde van de maand je salaris op? Kijk, je moet kijken naar zijn handen. Je moet kijken naar lichaamstaal. Dit zijn mensenmening tips. Hij denkt, kut. Moeilijke vraag. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar dat is eigenlijk wel zo. Stress, zie je. Linkerhand in zijn zak. Hij kijkt naar beneden, bijt op zijn lippen. Paniek. Ja, Senna die overanalyseert heel veel. Dat is echt een zwakte. Dat moet je nooit doen. Dat doe ik zelf ook nooit. Nee. Nee? Nee. Ja, nou ja, kijk, dus dat wilde ik eigenlijk zeggen. Toch? De brainatie werkt wel. Maar ja, ik geloof niet in overanalyseren. Je moet gewoon OV de lucht in gooien. En dan 9 van 10 keer gaat het wel goed. Dus daar had ik een compilatie voor moeten maken. Van alle keren dat mijn OV gewoon hielp. Want die doet het altijd. En dan toch de favoriet. Op nummer 1. Durf jij voor 4 Dance Valley tickets je handen hierin te stoppen? Harm staat ook even als Klaasimodo met een doos op centraal zeggen, jezus. Dave. Het is... Quasimodo met een Q-U-A. Qua, niet klaar. Weet je dat 100% zeker? Want als dat niet zo is, sta je ook voor lul, hè? Nou, ik weet het 100% zeker. Maar het hele idee erachter was leuk. Ja. Ja, ja. Je had wel enigszins gelijk. We snapten je bedoeling. Moet je inbeelden dat die gast naar je toe komt? We zien je arm in mijn doos hier. Wil jij... Mag ik hem eens doen? Wil jij je arm in mijn doos steken? Hallo? Hallo? Wil jij hem zien in mijn doos steken? Dat heeft Harm gewoon gedaan, een dag lang. Dat idee alleen al maakt dit voor mij echt het allerbeste fragment van de mensenmening. Dit was hem weer, van de volgende keer met een nieuwe presentator. En vergeet natuurlijk niet met je vrienden te liken, te delen en te abonneren op ons kanaal. En natuurlijk een comment achter te laten hieronder. Yo! Op ons kanaal? Ja, op het kanaal. Ja, oké.